Ik weet nog goed dat ik een optreden gaf hier in Veenendaal. En toen stapte zij daar ook daarin, zeg maar. En ze luisterde daar ook naar. En ik heb me toen ontzettend uitgesloven, weet ik nog wel. Ik ging van links naar rechts en ik had zweet op mijn voorhoofd. Ik dacht, wauw, wat een leuke meid. Ik moet even indruk maken. Ik zong al wel over mijn geloof, maar mijn hart was er niet echt bij. Ik was veel meer bezig met de mensen in de zaal, de leuke meisjes. Als je 16, 17 bent, is dat heel belangrijk. En ik weet nog heel erg goed dat ik vroeg na het optreden, wat vond je van het optreden? Vond je het geen geweldig optreden? En toen zei ze, nogal nuchter, nou als je nu ook nog meent wat je zingt, dan wordt het misschien nog wel eens wat met je. Ze was heel direct. Okay. En ik schrok even en ik denk, auw, dat doet even zeer. Maar aan de andere kant dacht ik, dit is wel wat ik nodig heb. Iemand die door mijn maskers heen prikt. En dat heeft zij altijd gedaan, ook wat betreft die eenzaamheid. Ze heeft gewoon doorgevraagd en ook wat dingen blootgelegd in mijn ziel, zeg maar. Zodat ik er mee aan de slag kon gaan.